Terwijl de bloemstukken klaar worden gelegd op de Vijfsprong in het centrum van Den Helder, bereidt Riene Spoorken thuis zijn verhaal voor. Geboren in Surabaya van Helderse ouders. Mijn vader was bij de marine en die werd altijd voor 6 jaar uitgezonden naar Indië. En daar ging het gezin mee. Hè? Na een onbezorgde tijd in Nederlands-Indië dringen in 1942 de Japanners binnen. Rinus komt al gauw in verschillende kampen terecht. Na 5 uur 's avonds mocht je niet meer bij je moeder. Toen ik dus 12 was, toen zei ze, je gaat helemaal uit het kamp. Dus dag moeder, dag zuster. En dat is natuurlijk allemaal nog vervelend. Dan was je 12, 13 jaar. Hè? En dan zie je, en hoop je maar dat ze ooit nog wel eens terugzien. Ver van zijn familie moet Rinus aan het werk voor de Japanners. Verschrikkelijk werk dat hem vandaag de dag nog steeds achtervolgt. Dat ik lijkenschouwer was. Met mijn 13e jaar, want wij zaten in Amberawa en aan de ene kant waren de jongeren lui en de andere waren boven de 50. En daar gingen er een paar van dood per dag en dan lag dan die meneer in en dan mochten we hem naar de poort brengen. De kist moest weer terug, want die was voor de volgende persoon natuurlijk. Hè? Met de verschrikkingen op het netvlies doet Riene Spoorken vandaag opnieuw zijn verhaal tijdens de herdenking. Jongens van 10 jaar en ouder. Ik kon eigenlijk al op mijn ribben gitaar spelen. Zo waren we al uitgehongerd. En gelukkig weer 15 augustus, dus was het afgelopen. Laten we hopen dat het nooit meer en nooit meer gebeurt. En 15 augustus is dus mijn bevrijdingsdag. En daar ben ik zeer blij mee.